Klapperstenen, ja, dat is een geologische bodemkundige rariteit. En die is nogal complex gevormd. En die heeft ook heel veel gevolgen gehad voor het landschap hier op de Noordoost-Veluwe. Klapperstenen, wat zijn dat? Wel, klapperstenen, dat zijn deze harde vormen waarbij je ziet dat het huid van ijzer is met daarbinnenin een vulling van klei. En dat kan ook wel silt zijn en dat is iets grover dan klei. Hoe wordt dit nou gevormd? Wat is hier nou de ontstaanswijze van? Nou, er zijn een aantal factoren die daar een heel belangrijke rol in spelen. Dat is eerst de geologische factor tijd, de verschillende geologische tijdseenheden. Dan verder de landschapsvorming in die geologische periodes. En ten derde de hydrologische situatie ook in die verschillende landschapsvormingen. En dan begin ik maar met de geologische factor tijd. En dan moet je zien dat deze klapperstenen zijn gevormd in het Pleistocene. Dat is een geologische periode binnen het kwartair en dat duurt 2 miljoen jaar. Daar zitten nogal wat ijstijden in en wij moeten nu gaan rekenen van de vorming van die klapperstenen voor de voorlaatste ijstijd, het Samien. Nou, wat zijn de omstandigheden dan? De tijd hebben we nu geplaatst. Wat zijn de omstandigheden dan voor landschapsvorming? Dat is dat we vrijwel geen vegetatie hebben, dat we periodiek heel veel water moeten afvoeren. Dat is smeltwater. En dan krijg je een type rivier en dat is een vlechtend riviersysteem. En dat ziet er heel anders uit dan de rivieren die wij op dit moment in Nederland hebben liggen. En dat is een stroomvlakte met heel veel onregelmatig gevormde geulen die zeer instabiel zijn en waar in één keer een heleboel water doorheen moet, smeltwater. En als dat voorbij is, dan ligt zo'n riviervlakte weer droog. Zoals ik al zei, die geulen die zijn instabiel, die kunnen zich verleggen, maar die kunnen ook geulen afgestopt worden. En dan krijg je als het ware een badkuip. Je kunt je voorstellen als dat water over die stroomvlakte heen gaat komen en dat is afgelopen, dan valt zo'n stroomvlakte van droog, behalve die afgesneden geulen, die zogenaamde badkuipen. Daar blijft water in staan en dat water komt helemaal stil te staan. En als je water hebt wat stilstaat, dan kan er klei uit bezinken. En dat gebeurt dan ook. En elke keer als die rivier weer water afvoert, dan krijg je dat er weer nieuw water in zo'n geulsysteem wordt gezet. Ook in die badkuipen. En water is weer weg. Weer dat je sedimentatie krijgt van klei. En dat gaat zo jaar in jaar uit, jaar in jaar uit. En dan kan die badkuip zich helemaal vullen met klei. In de rest van die stroomvlakte geen klei afgezet. Waarom niet? Want het water stroomt veel te snel. Daar kan alleen maar zand en grind gesedimenteerd worden en dat gebeurt in die tijd wel zo'n 100 meter dik. Goed, nou dan hebben we in ieder geval de materialen hebben we liggen. Dan moeten we nu weten hoe krijgen we nou klapperstenen. En dan moet ik me weer concentreren op die badkuipen die gevuld zijn met klei. Zoals ik al zei, die stroomvlakte is instabiel. Die afgesloten geulen die kunnen ook weer ontsloten worden. Dan krijg je erosie. Als er klei erodeert, dan is het niet zo dat het uiteenvalt in de afzonderlijke deeltjes. Maar dan vallen er gewoon brokstukken naar beneden. En die brokstukken die worden bewogen door die rivier. En die beginnen zich min of meer af te ronden. En die worden in een horizontaal patroon worden die afgezet. Omgeven door zandige afzettingen. Goed, we hebben nu dus al de kleiballen. Die hebben we laten ontstaan. Dan moeten we nog ergens ijzer vandaan halen. Nou, ijzer is een element wat op aarde veel voorkomt. Zo'n 4-8% in de korst. Dat zijn enorme hoeveelheden. En waar zit dat ijzer nu in? Dat zit in mineralen. En die mineralen zitten in gesteentes. Dat zijn natuurlijk hele harde dingen. Maar gesteentes verweren door de tijd heen. En dat betekent dat die mineralen ook verweren. En wat gebeurt er dan? Dan komen de afzonderlijke elementen vrij, zoals ook het ijzer. Goed, we hebben nu het ijzer, we hebben de kleibal, maar dan moeten we die twee nog weer bij elkaar gaan brengen. En hoe gaat dat nou? Wel, je moet je dan voorstellen, zo'n riviervlakte, daar komt periodiek nogal wat water overheen. En als dat water daar overheen komt, dan krijg je dat in die sedimenten dus gereduceerde omstandigheden gaan ontstaan. Dan is er geen zuurstof in het sediment. Maar we hebben dus twee belangrijke eenheden. En dat is dat heel veel sediment is grof. En heel weinig sediment, die kleiballen, die zijn heel fijn.
En die reducerende omstandigheden zijn om die redenen niet bij elkaar, niet bij die twee dingen hetzelfde. Die gebeuren niet op dezelfde tijdstip dat het plaats gaat vinden. Neem even in gedachten, de smeltwater komt eraan, het gaat reduceren. Wat gaat nou het eerste reduceren? Wel, dat is het materiaal wat de meest grove poriën heeft en dat is het zand. Dus het zand gaat reduceren. Als dat gebeurt, dan komt daar ijzer vrij. Dat ijzer is al vrij. Het ijzer reduceert en gereduceerd ijzer is bewegelijk. Nou, wat gebeurt er nou in die kleibol? Daar komt ook water naartoe, maar dan is de porositeit veel fijner. En een grove porositeit en een fijne porositeit, dat sluit heel slecht op elkaar aan. En dat betekent dat water heel moeilijk in die kleibol gaat. Dat loopt er dus omheen met dat gereduceerde ijzer, wat bewegelijk is. En dat heeft de neiging om te gaan diffunderen naar een plek waar je het meeste zuurstof hebt. En dat is in die kleibol. Zie dat het ijzer daar naartoe gaat. Hier heb je de rand van de kleibal. Daar krijg je dat de zuurstofspanning hoog genoeg is. En wat gebeurt er? Daar slaat het ijzer neer. Of, je kunt het ook anders zeggen, dan oxideert het. En zo kun je je voorstellen dat daar een ringetje ijzer omheen komt. Zoals je hier kunt zien. Nou is dit dan niet meer een ringetje, maar een hele dikke ring. Daar heb je de kern. En elke keer als er water over die stroomvlakte gaat, wordt dat ringetje dikker en dikker en dikker en dikker. Wat we nu gedaan hebben, is, we hebben de kleibal, we hebben het ijzer, we hebben het bij elkaar gebracht, dus we zijn er bijna. Dit is een potentiële klappersteen. Maar we moeten hem nog laten klapperen. En hoe gebeurt dat nou? Nou, dan moeten we weer even verder in de tijd, dus naar onze eigen heden toe. En dan komen we in de voorlaatste ijstijd. En dan zitten we zo'n 300.000 jaar van heden zitten we af. Wat gaat er dan gebeuren? Iets heel belangrijks, er komt ijs in Nederland, er komen grote gletsjers. Die gletsjers zijn honderden meters hoog en die zijn een paar kilometer breed. Dus dat is een enorme druk op dat zandige sediment. Wat gaat er gebeuren? Dat zandige sediment wordt onder die gletsjer weggestuwd en dat wordt omhoog gedrukt. En de horizontale gelaagdheid die er oorspronkelijk was, die wordt tijdens dat proces scheefgesteld. En wat ga je dan krijgen? Dan krijg je dus banen in het landschap met grof zand, banen met fijn zand, maar ook banen waar klapperstenen in zitten. En die liggen dan aan het maaiveld. Je kunt je voorstellen, als je een heuvel hebt gemaakt die ongeveer 40, 50, 60 meter hoog is, dat daar het grondwater geen enkele invloed meer op heeft. En die klapperstenen komen dus uit een hydrologisch nat milieu en die komen door die stuwing in een hydrologisch droog milieu. Wat gaat er dan gebeuren? Dan krijg je dat die ijzerhuid die gaat uitdrogen en die wordt hard. En die kleibal die daar binnenin zit, daar zit water in, dat verdampt. En als uit klei water verdampt, dan krijg je scheuren. En in dit geval wordt die kleibal die wordt kleiner. En als je dan dit langs je oren doet, dan hoor je hem klapperen. Zie daar, de klappersteen. En je ziet dat het dus een nogal complex geheel is, wat door de geologische periodes nogal wat tijd nodig heeft om te kunnen vormen. Nou, dan draaft de mens in dat landschap en die ziet die klapperstenen liggen. En in de middeleeuwen komt men erachter dat je uit die klapperstenen heel goed ijzer kunt winnen. Ze gaan ze dan ook uitgraven en wat zie je dan? En dan kun je bij in de omgeving van Apeldoorn het beste kijken. Daar zie je dus van die ijzerkuilen en die liggen allemaal achter elkaar. En dat demonstreert dat je daar in een baan zit met scheefgestelde klapperstenenbaan. Nou, hoe dat ijzer verder gewonnen wordt en welke technieken en welke opbrengsten, dat is weer een ander verhaal en dat komt later.